Hoppa. Oh shit, dan ging de 1. Oh shit. Jongen mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games 3, jongens. En vandaag gaan we iets super speciaals doen. Waarschijnlijk hebben jullie het al aan de titel gezien. Ik ga namelijk reageren op kijkers die natuurlijk mij hebben gekild in mijn Fortnite. Er zijn super veel van deze video's online gekomen en ik vond het super geinig om te kijken. Dus ik dacht van, laat ik hier gewoon een video over maken. Want ik heb natuurlijk super veel streams gedaan dat ik of custom games doe of mensen zijn gewoon echt gewoon puur random in mijn potje gekomen en hebben mij gekild. Of ik heb hun gekild. Het is echt geweldig om te kijken. Dus wij gaan natuurlijk reageren op deze video. Dus hoop ik hebben er zin in. Vergeet natuurlijk niet zeker op die blauwe duimpjes te rammen. Zou super dood zijn, jongens. Maar er is een maar, jongens. De laatste video heeft echt net aan 5000 likes aangetikt. En we moeten al bij deze video vragen om 6000 fucking likes. 6000 likes, jongens. Holy shit. Dat is echt een behoorlijk getal. Dus ik hoop dat we het kunnen aantikken. Dat zou super dope zijn, jongens. Dus smash allemaal op die duimpjes omhoog. En jongens, om natuurlijk jullie extra gemotiveerd te halen. Om natuurlijk op deze video een duimpje omhoog te doen. Ga ik natuurlijk een kijker uitkiezen die en geabonneerd is. En natuurlijk deze video een duimpje omhoog heeft gegeven. En diegene wint een gifted skin van mij. Dus ik zou zeggen, abonneer, like deze video. Bij 6000 likes komt er morgen om 6:30 weer een gloednieuwe video. En jongens, ik heb niks meer te zeggen. Laten we maar gewoon gelijk in de video duiken. Let's go. Nou jongens, we zijn dus aangekomen bij de eerste video. En deze video is van Fato. En holy fucking shit. Wat is er met die views gebeurd? Fato, dikke SO, maar je hebt meer fucking views dan überhaupt mijn subcount. En je hebt mij in de titel gezet, dus what the fuck. En gewoon dubbele views van mijn hele subcount. Oké, dat is echt al insane om te halen op deze video. Alright, dus dit is een video van Fato en hij heeft in de titel dus staan. Ik heb Games 3 gekild, beide perspectieven te zien. Games 3, ik heb deze natuurlijk al een keer gezien, maar hij blijft echt super ziek natuurlijk. Volgens mij was ik hier een private match aan het hosten, aka natuurlijk een custom games. En we kunnen wel de hele tijd gaan lullen, maar laten we maar gewoon kijken. Oh shit, ik schrik me dood van de intro. Ik heb hem ook heel hard staan. Let's go. Oké, sorry, dans. Oké. Okay, dus hij laat eerst zijn perspectief zien. Oh my god, welke seizoen. Rendier. Ja man, ik had die kerstskin aan. Dit is echt, welk seizoen is dit? 4 of zo? Oh, dikke laser. Oh my god, kijk die buildfight. En hij blijft hier gewoon onder. Dat is wel slim, though. Dat is wel slim. Ik weet niet meer of dit een custom games was. Volgens mij wel. Ik weet het echt niet meer. Maar dit is wel lang geleden, maat. Holy shit. Fato is ook echt een stuk beter geworden dan toen hij hier was. Zeker, echt wel. Oh my god. Oh, dat ben ik. Nee, ik ben gesniped. Oh, wat kut. Ik dacht... Oh, hey, Fato. Eigenlijk heb je mij dus helemaal niet gekild, hè? Hij zit bij mij. Ik zit te ouwen met hem. Ik zit te ouwen met hem. Ik gun hem hartjes. Ik echt zo van, kill me maar gewoon. Zal ik hem enden? Zal ik hem enden? Oh, wat een smeerlap, jongen. Huh, maar hij heeft mij dus niet eens gekild. Oh, lol, dat wist ik niet eens. Oh, hij laat me wel leven. Kijk eens. Man, ik was volgens mij met Anko hier. Dat was het. Hij zit echt te twijfelen om mij te killen. Oh, hij zat er echt zo dichtbij om het te doen. Hij is gerevived. Oh, Anko had me weer gerevived of zo. Oh, lol. Oké, nu snap ik hem. Waarschijnlijk gaat hij me nu wel killen. Oké, lol, ik moet niet te snel schreeuwen. Oh shit, oké. Okay. Console tegen PC. Alright. Build fights going on. Oh my god, dit is zo lang geleden. Wat is dit? Season 4 of zo? Ik weet niet eens meer welke seizoen dit was. Oh. Wow. Oh my god. Maar hij heeft mij. Ik heb ja. Oh, ik was met Guus. Oh my god. Wat? Besef. Fato schiet mij naar beneden. Ik val dus dood. En hij valt dus door mij naar beneden. Wat, schoot ik ook op hem dan? Ik zit daar. Ik schiet hem weg. Pof. Ik heb Game Toriel. Oh, Guus had Fato not geschoten. Ja, ik heb Game Toriel gekild. Oh, shit. Bro, hoor mijn stem. Hoe anders die klinkt. What the fuck. Oh, shit. Oké, dikke bills. Oh, ja. Ja, dat was Fato in mijn nek. Oh, wat een vieze laser was dat, jongen. And I'm dead. Oh, wat? Launchpad. Oké, hier ging ik weg, inderdaad. Oh, shit. Ik besef hoe low ik was. Hij kon me easy hebben hier. Maar door wie werd ik nou gesnijd dan? Want ik werd door iemand anders gekild volgens mij dan Fato. Want Fato loopt hier beneden. En nu werd ik gesnijd ergens. Hier. Of niet? Oh, ik ging stilzitten. Ja. Pof. Of niet? Hier moet het gebeuren. 100%. Ja, oké. Door wie dan? Chubby. Chubby snijpt mij of zo. Toby, ik kan niet goed lezen, man. Oh, we waren hier echt fucking low. Hier kwam Fato weer terug volgens mij. En hier viel ik dus dood ergens. Maar hij had mij naar beneden geschoten en Guus hem weer. Het was heel apart gegaan hier of zo. Dikke beeld van, jezus, wat ziet het er apart uit. Hier werd ik...
Ja, hier ging dood. Hier, Pof. Jij ook mij, lul. Oh! Ik dacht dat Guus mij knocked had. Nee, maar besef, ouwe. Eén keer. Hé, Vater sowieso een dikke GG, maar fucking 300, bijna 60.000 views, ouwe. Natuurlijk, mijn comment, de top comment. Kijk hoe andere YouTubers ook eronder reageren. Goud, man. Deze video heeft wel echt veel fucking views gepakt. Dat is echt niet normaal ziek. Dus, hé, dikke zo naar Vato. Zieke video. Maar we gaan door naar de volgende video. Let's go. Alright, jongens. We zijn bij een nieuwe video aangekomen. En hier staat deze keer, ik ben gekild door Gamesreel. Dus ik heb dus kijkers gekild. Dat is ook super leuk om te zien. Ik weet niet. Ik vind het altijd wel leuk om tegen kijkers te fighten. Het is van Not Achi, als ik het goed uitspreek. En we gaan het gewoon checken, man. We gaan checken. Hij gaat hier in de bus. Ik zal wel even doorspoelen totdat hij geland is. Hier zo. Ja, ja, gaan we hem pakken. Oh, ja, oké. Okay. Ik weet niet of ik weet de hele tijd niet of het een Cousin Games is. Want dat kan ik niet goed zien. Maar ik denk het wel, want ze zijn vol aan het streamsnipen. Ik ben waarschijnlijk echt in al deze clips bijna, behalve Vato denk ik, gestreamsniped. Misschien zelfs hij ook wel. Ik weet het niet, echt niet. Maar dat is wel een ding. Ja, dan kan ik persoonlijk, ben je al in zo'n nadeel. Dat is niet normaal. Alright. Oké, okay, je hoort wel een dikke echo, maar ik heb dus hun gekild hier, hè. Terwijl hun aan het streamsnipen zijn. Dat is toch goud, jongen. Je hoort echt een dikke echo. Wacht, ik wil het heel even zien. Oké, okay, oh shit, oké, okay, ik ben al ver. Volgens mij kom ik hier ergens, even luisteren. Met z'n tweeën in een huisje. Hoppa. Oh shit, dan ging er één. Oh shit. Die reactie. Oh my god, ik detecte al. Oh shit, die kan echt niet. What the fuck. Oh, volgens mij weet ik het nog wel. Dude, take the owl. GG, man. GG, bro. Oké, volgens mij was het Dekia Custom Games, maar dan solo's. Solo game mode, zeg maar. Dacht ik. Ik weet niet zeker of dat was. Want ik doe nooit take the owl. Ik ben echt niet zo'n toxic guy die al die dungeons doet van, oh, gerekt, weet je wel. Ik zeg ook nooit van get owned. Maar volgens mij waren hun twee aan het teamen in een solo match. En toen werd ik een beetje pissed. Want ik was natuurlijk in mijn eentje daar geland. Want volgens mij was het wel een stream inderdaad. Dus ik was in mijn eentje geland. Ik dacht van, ah, ik ben safe. En toch waren hun nog hier geland. En ik heb ze alle twee kunnen pakken nog. En vandaar dat ik waarschijnlijk die take the LD. Omdat ik natuurlijk in mijn eentje tegen de teamers was. Dus GG bro. Maar die reactie man. Even nog een keer luisteren. Dat was echt goud. Volgens mij was het hier zo. Ja, dit is voor jou! Dit is voor jou! Oh, en dan die takedown. Oh, zo grappig. Ik heb hem gewoon gekillt en hij vindt dat gewoon geweldig. Hey, hey, Not Achi, dik en Sonia, bro. Hey, dat was nice, man. GG, bro. Oké, okay, we zijn bij de nieuwe video aangekomen, jongens. En deze keer is die van Floekoe. En Floekoe heeft dus wel in de titel staan: ik heb Gamesreel gekillt. Dus deze keer heeft hij mij gekillt. En je ziet hem ook in de thumbnail hier dat hij mij heeft gekillt en mij met handen zo in het haar. Alright, we gaan het even checken, man. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat deze guy heeft gedaan. Oh, het is wel stretch resolutie. Zo, wauw. Dat is ook wel lang. Wanneer was deze geüpload dan? Even checken. 30 maart. Holy shit, dat is letterlijk een dag voor mijn verjaardag trouwens. Want ik ben 31 maart jarig. Ik hoor mijn stream op de background. Holy fuck. Oké, okay, hij is wel echt goaded, man. Deze guy. Oh, GG voor die pumps. Toen was de pump volgens mij nog sterker dan nu. Wee, yo. Dit is wel echt een zweetje volgens mij, man. Ik zeg je eerlijk. Holy shit. Die stretch resolutie, die plays. Hij is snel. Pof, ja, dood, let's go. En ik was hier volgens mij met random kijkers bezig. Maar bro, ja, dit is dan weer wel echt een dikke streamsnipe volgens mij. Laten we gewoon die geyser pakken. Die geyser? Oh shit, oké. Okay. Echt? Oh, dit. Lekker. Oh, dikke build fight, Joost. Oh my god, ik ga ervan. Oh shit, 34. Oh, dat is best wel weinig van die afstand trouwens. Mijn teammate, oké. Okay. Ik volg hem. Ja, hun weten sowieso dat ik het was. Hun zijn sowieso aan het streamsnijpen, sowieso. Zijn teammate is wel dood. Sam en Seal is dood. Oh shit, oké. Okay. Mijn perspectief, let's go. Oh, die cam overleesbare trouwens best wel dik. Ik zeg je eerlijk, die was wel clean. Oh shit, oh shit, oh shit. Ik weet echt niet meer welke seizoen het is. Ik zie allemaal lava. Volgens mij was dat 7 of 9 of zo. Een van die twee. Of 8, kan ook. Met die banaantjes en zo. Hold dit, hold dit. Oh, de traps, de traps. Ja, oké. Okay. GG. Hij zegt weak. Oh, ik had één pump nog moeten raken in zijn gezicht en hij was dood. Oké, okay, zeg ik ook. Oh, hier heeft hij de thumbnail van. Hier heeft hij de thumbnail van. Oh, wat een perfecte dat ik dat deed toen, man. Oh, shit. Ah, man. Ah, het was een goede play. Natuurlijk, het is altijd zo kut. Als je ingetrapt wordt, je kan gewoon niks. Klaar. Yo, je hebt er 4 om je heen of zo. Weet ik veel. 2 in dit geval. En je bent gewoon loose. Die dingen zijn zo sterk natuurlijk.
Ah, gay. Ai, man. Hey, Floeku, GG, man. Lekker. Ja, het was wel weer een stream snipe, maar bro, ja, het was volgens mij in een custom games, dus ik snap het wel. Ai, we gaan door, jongens. Alright, boys. Ik heb nog 2 video's in petto, dus we gaan natuurlijk de ene laatste video alweer zien, jongens. En deze keer is die van Ai Tompie. Dus Tompie, we gaan kijken. Ik heb Games Real en Anko. Oh, dus ook Anko, lol. Gekild in Solid Gold plus hun reactie. Alright. Oké, hier ben ik benieuwd naar, man. Oké, nice. Het is 60 fps. Chill. Oké, dat is wel een chill. Oh, joh, helemaal nog met ziek goed. Oh, shit. Het staat wel hard. Hey, Hij is wit. Dat is teammate, ja. Teammate. Ik heb zijn teammate. Ja, mijn teammate. Oh, dit is. Wie is dat dan? Oh, dat is Anko. Ik heb Anko. Pop, gelijk finish ook, hè? Ja, ja. Oh, shit, wat een gozer, ouwe. Hij heeft serieus geld. What the fuck? Hij heeft serieus geld. Wat? Oké, lol, what the heck. Maar hun hebben dus al Anko. Hij heeft Anko gekillt? Ja, Renegade Raider, ik heb games voor jou. Ah, hij wist ook al dat ik dat weer was, hè. Iedereen streamsnipe mij, man. Oh. Alright, volgens mij word ik hier nu gekillt, want daar zie ik mezelf lopen, denk ik. Oh, wat? Ah, ik was echt fucking triggered, jongen. Je hoorde mij zo... Oh, come up, man, of zo. Ai, man. Hey, Tompie, gast. GG, man. Ik zeg je eerlijk, hij heeft goed gespeeld, man. Hij heeft Anko en mij gekillt, oh. Dit was GG voor jou, Tompie. Let's go, bro. Alright, we zijn alweer bij de laatste video aangekomen. Deze keer is hij van Duos. Oké, en hij heeft een mooi thumbnail gemaakt, natuurlijk. Dit is ook wel een oude thumbnail. Dat kan ik zien aan de... Hoe heet dat? Aan de layout van mijn stream overleden. Dit was in 2018. Holy shit, 12 december 2018. Beide perspectieven te zien. Oké, dat is wel nice. Oh, hier heb ik nog net geen 100k, though. Alright, ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken. Duels, let's fucking go, man. Kijk wat je hebt. What's poppin', mensen? What's poppin', mensen? Nieuwe video. In deze video is er natuurlijk iets heel moois gebeurd. Want ja, zoals jullie al zien aan de titel en de thumbnail, heb ik Games for Real gekillt. Ik zal het kort houden. Ik zou het kort houden. Perspectief, dan zie je het perspectief van Games for Real. Ik heet Dylan de Pro. Oh, shit, man. Juist. Ik kwam tegen in Tilted Towers. Het was niet de speciale kill of zo. Het was gewoon geen build battle, gekke shit. Maar toch, hè. Hij had nog niet de 100k shots. Ah ja, hij geeft wel toe dat het gewoon een normale fight was. Helaas had ik nog niet mijn facecam aan. Ja, en zonder verder te praten. Veel kijkplezier bij de video. I'm lost, Clarence! Dat stond wel iets hard. Oh, yo. Oh, ik zie hem maar dood. Pam, 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 pam. Oh, hij was live. Baggerlanding, ouwe. Een baggerlanding. En je hebt mij wel gekillt met die landing, bro. Oké, hij is nu lekker aan het hakken. Alright. Waar gaat hij mij killen? Oké, hier is hij aan het pushen. Ben ik hier dan ergens aan het fighten? Ik denk het wel. Ik denk dat het hier moet zijn dan. Wat? Wat? Hij heeft wel een pump. Alright. Dubbele shotguns. Was het? Dat ben ik. Sowieso. Volgens mij ben ik dit. Ja. Ja, ik zie het, ja. Oh my god, nog iemand. Oh! Dat hele huis zat vol mensen, jongen. Hey. Yo. Ik heb Games for Real nu gekeerd. Yo. GG's, brother. Ah, goud. Laat hij volgens mij ook mijn perspectief nog zien, ergens, of niet? Oh my god. Oké, wacht even. Ja. Games for Real. Oh shit. Mijn Fortnite naam. Support daar, jij nog niemand in de item shop? Ja. Oh, oké. Nee, oké. Deze guy verdient. Oké, wacht. Ik ga hem even een duimpje omhoog geven, jongen. Alsjeblieft, 150 likes, bro. Hij gooit gewoon in zijn eigen video mijn code. Helaas is dit niet meer mijn code. Code trouwens is Games for Real. Gewoon normaal, zonder YT in dat streepje. Maar hey, bro. Dikke SO naar deze guy, man. Wait, yo. Maar die glijden van die... Ja, dit was die Halloween shit. Ja, man. Wow, yo, Tilda Towers. Ik mis het eigenlijk wel weer. Ik zeg je eerlijk, gast. Je doet ook gewoon tjuk. Oh, Gert. Oh, gelijk. Oh, Alex, zo, die was oh, groot. Streamsniper wat je bent. Oh, Alex, dit is een normaal potje. Dit is een normaal potje, gast. Serieus. Alright, dit was dus geen custom match. Hij is een shotty. Fuck, I duck. Oh shit. 2 AR's, ja, waar moet je daarmee tegen een shotgun dan? Zit daar een guy in die deur dan? Ik doe bijna mezelf daar met mijn nades. Oh shit. Stress. Vuurtje. Alright. Oh, maar hier kwam hij binnen natuurlijk, want ik had de kampvuur net gedropt. Ik sta daar zo vet lang. Oh my. Oh, die timer dat die deur dicht. Hé, hey, was echt ziek. Ja, ja, shotgun. Ik heb geen shotgun. Oh, ah, ook gewoon direct geliefd, hè. Verdomme, man. Ja. Oh, wacht, hij gaat nog wat zeggen. Hey, B.
Bedankt voor het kijken naar de video. Hebben jullie genoten van de video? Zorg dan dat je... Hoe zijn lichten veranderen in de back? Dat is sick. Dat heb ik niet. Bij mij staat het gewoon stil, zoals je ziet. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video of stream. Later. Oh shit, ai bro. Ik zeg je eerlijk, duels. Nice man, nice play. Het was natuurlijk, ja, ik was fucking low dat je had me inkogen, man. GG bro. Nou boys, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet niet zeker op die duimpjes omhoog te klikken. Dat is super dope. En natuurlijk, we moeten de 6.000 likes aantikken. Willen we doorgaan met dagelijks uploaden. Dus als jullie dat willen, dat zou super dope zijn. Vergeet niet zeker de duimpjes omhoog te gooien. Zeg het anders tegen vrienden. Weet ik veel wie er nog misschien nog niet geliked heeft. Zodat we het natuurlijk kunnen halen. Dus jongens, als jullie ooit een keer mij tegenkomen in Fortnite. Of ik jou kill of jij mij upload het. Want misschien ga ik er dan gewoon weer op reageren in de toekomst. Dus ja, je weet maar nooit natuurlijk. Maar jongens, bedankt voor het kijken. Thanks sowieso voor de support. Jullie zijn amazing jongens. Jullie zijn echt baas jongens. Bedankt voor de support. En dan zeg ik heel misschien tot morgen om 6:30 bij een gloednieuwe video. Later mensen.